Medewerkers van Ergon met een beperking moeten gezonder leven. En daar gaan Fontys-studenten van de Sporthogeschool de komende jaren mee helpen. Met de ondertekening van dit convenant hebben de gemeente Eindhoven, Fontys en Ergon plannen gemaakt voor een gezondere leefstijl op de werkvloer. 3, 2, 1, go! Als ik bijvoorbeeld zie hoe sommige mensen in de lunchpauze dingen als kapsalon en dergelijke bestellen, ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je leefstijl. Dus ja, ook dat is het belangrijk om ze meer in beweging te krijgen, wat meer kennis te geven over voeding en dat soort dingen. En op die manier hopen we dat ze en meer in beweging kunnen krijgen, maar ook wat beter voeding aan kunnen leren. Snap je waarom dat nodig is? Om af te vallen, bij wijze van, punt 1. Anders krijg je een tonnetje, maar dat is ook gezond voor je eigen lichaam. Ik wil ook zeggen dat het heel goed is voor de Ergon mens en die detachering zijn voor ons bedrijf, die ja, een beetje te zwaar zijn, hè, voor de oefeningen. Zelf doe ik al aan sporten, want ik fiets en ik wandel veel en ik doe ook spellen. Maar ik vind het wel leuk dat ze de mensen aan het sporten willen krijgen, want het is wel heel belangrijk. En ik vind sporten is ook leuk om te doen. Het is gezellig om te sporten. Er wordt gebadmintond op een aangepaste manier, want deze mensen kunnen niet zomaar terecht bij normale sportverenigingen vaak. Ze moeten aangepast sporten. En dus wordt er hier met de Beweegmarkt een startschot gegeven om deze mensen, de ergo-medewerkers, te helpen een gezonder leven te krijgen. Er wordt gebadmintond aangepast, er wordt gezit volleybald, maar er wordt ook wandelend gevoetbald. Of, zoals daarachter, bols gespeeld. Wat mooi en wat schitterend dat iedereen in zijn eigen capaciteiten en zijn eigen mogelijkheden optimaal gebruik kan maken van bewegen en van sporten en zo zelf een stukje ja, verder en een stukje fijner kan leven. En ja, dat maakt me eigenlijk gewoon heel gelukkig en ook dankbaar dat ik hier mag zijn. Je merkt aan ze dat je krijgt ze heel makkelijk gewoon heel blij. Op het moment dat je ze gewoon bezighoudt, al is het 10 minuten of een kwartiertje, je speelt een spelletje met ze. En je ziet meteen daarna dat ze veel positiever erin staan, veel blijer worden. Dus ja, je krijgt er heel veel voor terug, voor iets heel kleins. De afgelopen 2 jaar heeft Fontys Ergon al ondersteund bij het gezonder krijgen van de medewerkers. Bij DAF bijvoorbeeld, of bij de Ergon kwekerij. En de komende jaren gaan ze daarmee door. En wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld in de pauze een potje tafeltennis gespeeld. Of de welbekende ochtenddans. Ik vond ze een beetje houterig, die meisjes. Ik had er meer beweging in verwacht. Want als ik daar had gestaan, dan had ik dus wat meer... Had jij de boel opgezweept? Ja. Net zoals ik bij ons op het werk ook doe. Opzwepend of niet, door deze Fontys-studenten krijgen de medewerkers van Ergon wel hun dagelijkse portie lichaamsbeweging.